CrossFit Nieuw Stijl, Lockdown Sessies, deel 4. We gaan het hebben over verschillende manieren van spiercontractie, dus spiersamentrekking. We hebben concentrische, excentrische en isometrische contractie. Jullie weten allemaal al wat het is, alleen jullie weten nog niet dat jullie weten wat het is. Wat we in de warming-up wel eens doen is bijvoorbeeld negatieve push-ups. Bij de squats gaan we langzaam 4-5 seconden zakken. Onderin blijven we 2 seconden stilzitten. En dan gaan we er explosief uit. Eigenlijk heb je het dus over de negatieve beweging. Dus niet de heenweg bij de beweging, maar zogezegd de terugweg. Eigenlijk heel netjes gecoördineerd afleggen. Concentrisch wil dus zeggen samentrekken. Excentrisch wil zeggen de spier eigenlijk verlengen, maar wel op spanning. Isometrisch wil zeggen dat we de spanning vasthouden en in een bepaalde houding blijven zitten, maar wel met spiercontrole. Dus in bed liggen valt daar niet onder. Onder een excentrische load kun je in feite 20% meer spierkracht genereren. Daarom zie je bijvoorbeeld ook bij krachttraining en voor de mensen die er interesse in hebben, bodybuilding, zie je ook vaak het negatieve trainen, het excentrische trainen terugkomen. En bijvoorbeeld bij je laatste set een hold of iets dergelijks van 10 seconden of tot falen, waarbij iemand je daarna uit de beweging helpt. Draagt ze allemaal bij aan het verbeteren van spierkracht en hypertrofie, dus spiergroei, waarbij je dus je celdeling stimuleert eigenlijk. Daar gaan we niet te diep op in nu. Wat ik eigenlijk wil laten zien is hoe je thuis excentrische training en isometrische training kan verpakken in bijvoorbeeld assistance werk, in je warming-up. Of misschien een krachtroutine die je zelf bedacht hebt, of gewoon als afwisseling om te zeggen van nou, ik wil vandaag eens een andere prikkel in mijn training. Ik hoop dat jullie dat thuis dus gewoon mee kunnen nemen. Je hebt een aantal spulletjes nodig. Het liefst, mooi zou zijn als je een box hebt. Of iets, een bank of ongeveer op heup / kniehoogte. Een gemiddeld gewicht. En afhankelijk van het aantal herhalingen kun je dan kijken hoe zwaar je het maakt. Over het algemeen is een lichaamsgewicht vaak al zwaar genoeg om er resultaat uit te halen bij dit soort training. Dus wat bijvoorbeeld ook heel erg upcoming is, het calisthenics trainen. Daar doe je feitelijk ook niet heel veel anders. Maar je maakt een oefening zwaar door gewoon onder constante druk te presteren. De hele tijd spanning op die spieren te houden. Niet alleen op de heenweg, maar ook op de terugweg. Yes, dus je gaat heel gecoördineerd netjes door de beweging heen. Pak je spulletjes erbij, zet hem als het nodig is even op pauze en dan gaan we starten met de routine. Eerst voor de benen, 4 oefeningen. Daarna gaan we voor de upper body en daarna een stukje core tussen aanhalingstekens. Al is het zo bij dit soort training dat je zult merken bij de benen en bovenlichaam dat daar de core, oftewel het midden, ook goed op de proef gesteld wordt. Ik ga ook wat variaties laten zien. Ik doe tussen de 5 en 8 herhalingen voor van iedere oefening. En je mag natuurlijk zelf bepalen of je daar meer of minder van maakt. Het is ook niet zo dat je de hele training iedere keer moet doen, maar je zou bijvoorbeeld het stukje benen als assistance of als toetje kunnen doen voor of na een workout. Yes? Dan gaan we lekker aan de slag. Waar we mee gaan beginnen zijn de split squats. Zaten ook in de vorige training in aflevering 1. Ik pak er meteen een gewichtje bij. Alles zit dus in timing. In het tempo wat je bij de oefening toepast. Laten we nu aanhouden dat we zeg maar 4 seconden, 5 seconden onderweg willen zijn. Naar beneden toe. En vervolgens explosief omhoog willen. Yes? Dus de oefeningen voor de benen zijn er 4. Zijn allemaal excentrisch. Niet isometrisch, dus we gaan niet stilstaan. Yes? Beginnen we met het rechterbeen. Wat we willen is het linkerbeen of de voet op een bank leggen. Of op een box of iets ongeveer op kniehoogte. Gewicht hou je voor je. En dan gaan we langzaam naar beneden toe zakken. Gecontroleerd. 1, 2, 3, 4. Explosief uit. 1 seconde stil. 1, 2, 3, 4. Ik doe er nog 3. 1, 2, 3, 4. Uit. 1, 2, 3, 4. En de laatste. 1, 2, 3, 4. Gaan we wisselen. Zak. 1, 2, 3, 4.
2 herhalingen. Langzaam zakken, hou hem tegen. En de laatste, druk goed neutraal op de voet houden. Bovenlichaam overeind. En eruit. Yes? Eerste oefening, split squat. Gaan we naar de normale squat. En daar zou je het gewicht bijvoorbeeld in goblet positie voor je kunnen houden. Ook daar doen we 5 herhalingen. Het is gewoon de squat zoals je hem kent. Alleen het zakken gaat dus langzaam. Yes? 5 seconden zakken. Onderin geen pauze, 1 seconde omhoog, bovenin 1 seconde pauze. Dus we beginnen. 1, 2, 3, 4, 5. Op diepte en eruit. 1 seconde, 1, 2, 3, 4, 5. En eruit. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2. 1. 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Oké, volgende oefening. Kan je de eerste keer best zonder gewicht doen. We gaan toe squats doen. Onder lood. Lastig denk ik, want alle druk komt op de tenen. Maar het is wel een goede killer voor met name de quadriceps. En mede omdat je hem excentrisch uitvoert, wordt hij zwaar en er komt een stukje balans bij kijken. Yes? Dus wat we gaan doen is de normale squat stance, maar we gaan op de tenen staan. En daarvan gaan we 5 keer 5 seconden zakken, explosief eruit. Geen pauze onderin, 1 seconde pauze bovenin. Yes? Armen gaan naar voren, blijf op de tenen. 1, 2, 3, 4, 5 en eruit. 1, 2, 3, 4, 5 en eruit. Dat is 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, hou tegen. 2, 3, 4, 5. Yes. En hakken weer op de grond. Dat was de toe squat. De laatste wordt dan de lunge step. Iets anders dan bij de split squat. Je zult merken dat je wat minder met de balans bezig bent. Dus je kunt je wat beter focussen op die druk op het steunbeen. Yes. En we gaan naar achter instappen. Dus het is de backstep lunge. We beginnen met het rechterbeen voor. Dus we laten het rechterbeen staan. Links stappen we naar achteren toe. En vanuit deze positie gaan we langzaam zakken. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Knie op de grond en eruit. En meteen weer terug. 1, 2, 3, 4, 5. Knie op de grond en uit. 1, 2, 3, 4. Knie op de grond. Op, nog 2 keer. 1, 2, 3, 4, 5. En die laatste. 1, 2, 3, 4 en 5 en op. Wissel voor voet. Rechts naar achteren. Gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. Knie op de grond. Op. En weer terug. Houd het gewicht dicht bij je. Bovenlichaam overeind. Knie op de grond. Explosief eruit. Nog 3. 5. En eruit. Nog 2. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, 2, 3, 4. Knie op de grond en eruit. Yes. Oké. Dat waren 5 herhalingen per oefening. Je kunt hem doorbouwen naar 8, 10, misschien 12 herhalingen. Als je bijvoorbeeld een gewicht hebt wat niet uitdagend genoeg is. Het zit hem in de controle. Je kunt ervoor kiezen om iedere oefening, bijvoorbeeld 3 setjes te doen, dan naar de volgende te gaan. Of je doet het circuitje zoals nu, dus deze 4 oefeningen achter elkaar en dan 3 rondjes. Je mag wel moe worden. Vermoeidheid moet niet ten koste gaan van de uitvoer. Yes? Dus we zijn geen bot aan het doen, we zijn met de kracht bezig. Gaan we naar het stukje upper body. Waar we mee starten is de push-up. Jullie hebben vast wel eens een push-up gedaan. Het enige verschil is nu
dat we dus 4 seconden, 5 seconden langzaam naar beneden gaan zakken. En we gaan die hollow, of sorry, die hollow gaan we echt goed vasthouden. Yes? Dus we blijven mooi gestrekt. Liefst raakt alleen de borst en niet de heupen de grond. Full range of motion bewegen. Lukt dat niet, doe je hem vanaf de knieën. Maar we gaan dus langzaam naar beneden zakken tot we helemaal bij de grond zijn. En explosief eruit en meteen weer terug. Yes? Als je dus kijkt naar de voeten, staan de voeten in de grond. En de hakken duw ik naar achter. Yes? Lichaam is geplankt. Je gaat naar voren, dus je gaat naar je tenen. Je laat je schouders over je handen heen zakken. 1, 2, 3, 4, 5. Borst op de grond en eruit. Gaat die, volgende. 1, 2, 3, 4, 5. Borst op de grond en eruit. Nog 3 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, 2, 3, 4, 5. Op de grond. En push up. Volgende oefening. Is er een eigenlijk rechtstreeks vanuit het fitness. Zoals jullie dat allicht zullen kennen. Ik heb hier twee schijfjes van 2,5 kilo. Je kunt ook twee flessen vullen. Zorg ervoor dat je links en rechts een gewicht hebt wat gelijk is. En de meeste mensen zullen niet heel veel meer dan dit nodig hebben. Wat we gaan doen zijn side raises en daarna bent over side raises. Waarbij we dus gecontroleerd explosief omhoog gaan. Bovenin gaan we hem 1 seconde vasthouden. Dus een klein stukje isometrisch. En daarna excentrisch zakken. Dus 4, 5 seconden weg naar beneden. Ik doe 1 herhaling voor. Deze positie willen we niet. We stoppen als we iets voorbij die 45 graden zijn. Dus zeg een 30 graden hoek hier, zodat we spanning op de spier houden. Yes? Wat we dus gaan doen is explosief omhoog. 1 seconde vast. Langzaam zakken. 2, 3, 4, 5 tot hier. En weer omhoog. 1 seconde vast. 1, 2, 3, 4 en 5. Omhoog. 1 seconde vast. 1, 2, 3, 4 en 5. Ik laat hem vanaf de zijkant zien. Blijf je billen aanspannen. Zorg dat je mooi overeind staat. Recht omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste. Hoog. 1, 2, 3, 4, 5. Diezelfde oefening doen we, maar nu gaan we voorover gebogen staan. Met een rechte rug. Dus we gaan niet zo staan. Wat we willen is de heupen, even zo gezegd, naar achter duwen. Komt naar achter. De armen blijven mooi gestrekt. En we zoeken nu naar de achterkant schouder. Dus dit is je startpositie. Iets opzij, zodat je spanning op je spieren houdt. Daarna gaan we omhoog. 1 seconde vast. 1, 2, 3, 4, 5. Hou je nek neutraal. 1 seconde vast. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 3 keer. Vast. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2. Zet vast. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, 2, 3, 4, 5. De volgende oefening is de Chinese row. Die doen we met 1 arm. Dus eerst rechts, dan links. Of eerst links, dan rechts. Ik ga wat variaties laten zien. Want we kunnen deze doen vanaf een box. We kunnen hem staand uitvoeren. En als je geen gewicht hebt, dan zou je eventueel de elbow press kunnen doen. Vanaf de grond. Waarbij je dus je elleboog in de grond duwt en eigenlijk je bovenlichaam los wil krijgen. Ik doe van ieder een setje van 5 herhalingen voor. Dan mag jij zelf kiezen. Laten we starten met de elbow press. Dat is eigenlijk wel leuk voor iedereen om die te proberen, ook al heb je gewicht. Dat is een mooie warming-up. Je mag plat op de grond gaan liggen. Helemaal gestrekt. Hoofd op de grond, schouders op de grond, billen op de grond, hakken op de grond. Je duwt je ellebogen naast je lichaam in de grond. Vervolgens gaan we explosief zo ver mogelijk die ellebogen naar achter duwen. Waardoor dus de rug en de schouders helemaal loskomen van de grond.
En daarna laat je jezelf 3, 4, 5 seconden langzaam, zo langzaam mogelijk terugzakken. Dus je maakt eigenlijk een brug van je hakken via je ellebogen naar je hoofd. Yes? Dus alles op de grond. Je zet hem vast. Helemaal los. En dan is het 1, 2, 3, 4, 5. Spanning eraf en vast. Langzaam naar beneden. 2, 3, 4, 5. Nog 3 keer. Spanning. Hou vast. 1, 2, 3, 4, 5. En vast. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, 2, 3, 4, 5. Wat je bij deze oefening en bij de andere oefeningen zag, het stukje isometrisch trainen kan dus zijn op het moment dat je in de uiterste beweging bent hier, een x tijd vasthouden. En dat zou je bijvoorbeeld bij je laatste herhaling 10 seconden kunnen doen. Gaan we naar de row vanaf een box, uitgevoerd. Gaan we met de knie en hand op de box of bank zitten. Pak het gewicht. Zorg dat je onderrug mooi recht is. Dus niet bol, zoals bij de get and cow. Maar we gaan hem mooi bol trekken. Arm gestrekt. Hier vandaan trekken we explosief in. Hou hem 1 seconde vast. 1, 2, 3, 4, 5. Full range of motion. Meteen weer in. 1, 2, 3, 4, 5. In. 1 seconde vast. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2 keer. 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, 2, 3, 4, 5. Wil je deze oefening doen zonder dat je een box hebt? Kan die staand? Toen we buiten moesten trainen, hebben we dit in de les een paar keer gedaan. Als je je rechterkant wil trainen, gaat het linkerbeen naar voren. En dan kun je eigenlijk een steun maken door met je elleboog op dat been te leunen. Yes? Het andere been zet je zo neer dat je balans hebt. Dus ik zal iets meer zo gaan staan, dan kan je het wat beter zien. Hier kun je in feite het gewicht op de grond neerzetten. De rug is mooi recht zoals je ziet. En dan gaan we hier vandaan in. 1 seconde. 1, 2, 3, 4, 5. Tot de grond en weer op. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2 keer. 1, 2, 3, 4, 5. En langzaam terug. 3, 4 en 5 herhalingen. Laatste stukje voor het bovenlichaam. Dus de overhead press. Dit kan met een elastiek, wat voor gewicht dan ook. Wat wel handig is, is als je iets met een grip hebt. Dus met een medicijnbal gaat het een lastig verhaal worden. We gaan explosief uitstoten. En het gaat dus om de neerwaartse beweging. Gecontroleerd. Wat je dus mag doen, als je bijvoorbeeld een gewicht hebt wat te zwaar is. Is een push press. Het liefst zie ik een strict press bij krachttraining. Als het niet anders gaat, mag je een klein beetje helpen vanuit de heup. Yes. Zorg ervoor dat je stabiel staat. Voeten, schouderbreedte, billen aanspannen. Overhead press. Helemaal uitstrekken. En dan gaat die 1, 2, 3, 4, 5. Tot tegen de schouder. En weer eruit. 1, 2, 3, 4, 5. Herhaling 3. Strek door. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2. 1, 2, 3, 4, 5. En de laatste. 1, 2, 3, 4, 5. Andere manier om deze uit te voeren is zittend. Dan kan je wat meer focussen op het bovenlichaam. En je gaat wat minder in de rug hangen. Hier vandaan. Iets minder dat balansprobleem. Gaat die. Overhead press. En 1, 2, 3, 4, 5. Uit. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laatste keer. 1, 2, 3, 4 en 5. Yes, dat was een stukje upper body. Laatste serie is voor de core, zo gezegd. Het zijn eigenlijk oefeningen die jullie al kennen. Een stukje plank, een stukje met heel lifts. Isometrisch werk, dus stilstaand. Waarbij je bijvoorbeeld een plank vasthoudt, maar waarbij ook een dynamisch aspect zit. En dat ga je excentrisch uitvoeren. Dus dat zou kunnen zijn het linker en rechterbeen om de beurt optillen. Kleine routine. Als je het idee een beetje door hebt van hoe dit in elkaar steekt, zul je het eigenlijk gaandeweg bij alle oefeningen die je doet toe kunnen passen. Bijvoorbeeld in je warming-up of als assistance, zoals ik al zei. Gaat-ie, laatste stukje. We beginnen dus met de plank en heel lift. Dus de ellebogen gaan onder de schouders. We zijn mooi gestrekt. Dus een isometrische houding hier vandaan. Yes, hou hem vast. Rechterbeen gaat omhoog en we gaan hem langzaam laten zakken. 2-3 seconden. Yes, hoog. 1, 2, 3. Links, hoog. 1, 2, 3. Rechts. 1, 2, 3. Links. 1, 2, 3. We doen er nog 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan gaan we naar de side plank. Elleboog onder de schouder, ribbenkast naar beneden, billen aanspannen, voeten op elkaar, heupen hoog. Dan doen we hem 5 keer, hier vandaan, been omhoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. Hoog. 1, 2, 3. En hoog. 1, 2, 3. Gaan we naar de andere kant. Ribbenkast naar beneden, billen aanspannen, ellebogen onder de schouder, omhoog, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nog 2 keer, 1, 2, 3, en de laatste, 1, 2, en 3. De hollow hold. Wat we willen is de ribbenkast navel naar elkaar toe. Benen gestrekt, tenen zo ver mogelijk van je af. Yes, dus we starten plat op de grond. Hier vandaan gaan de armen achter de oren. De ribbenkast komt omhoog, tenen gaan van je af. En je duwt je onderrug in de grond. 5. 10. Is dit te zwaar? Kun je één knie iets naar je toe trekken? 5 keer een hollow down. Dus wat we gaan doen is de tenen, armen zo ver mogelijk omhoog. En dan gaan we langzaam, dus de negatieve beweging, naar beneden maken. Dat doen we 5 keer. Yes? Dus we starten met de tenen omhoog. Zo ver mogelijk. En dan gaan we langzaam openen. 2, 3, 4, 5. Tot op de grond. En omhoog. 1, 2, 3, 4 en 5. Nog een keertje. Zo ver mogelijk omhoog. 1, 2, 3, 4 en 5. Nog 2. En de laatste, zo ver mogelijk op, benen gestrekt,
En hou die spanning. En om het af te sluiten doen we een 20 seconden arch hold. En als je die zwaarder wil maken, kun je hem langer vasthouden. Of je kan bijvoorbeeld een klein gewichtje in je handen pakken. Yes, bij de arch hold gaan we nu helemaal gestrekt. Dus hakken tegen elkaar, billen aanspannen, armen gestrekt naar voren. Maak jezelf zo lang mogelijk en til die handen op. 5. 10. 15. 3. 2. 1. Zo, kleine inleiding in het functioneel bodybuilden. Heel veel plezier ermee. Als jullie vragen hebben, laat ons weten. En we wensen jullie heel veel sterkte met deze superleuke toevoeging. Ciao.